Hoi Bieke, welkom. Fijn dat je er bent. Ik had gevraagd aan je of je een situatie voor mij mee wilde nemen waar jij moeite mee hebt op dit moment. En dan wil ik graag samen met jou mee gaan kijken met de rationele emotieve therapie. Met de rationele emotieve therapie kijken wij naar een situatie die er gebeurd is, de gedachten die jij daarover had en de emotie en reactie die je hebt gehad. En het belangrijkste daarvoor zijn de gedachten, want wij zien dat als je reactie eigenlijk veroorzaakt in plaats van de situatie de reactie veroorzaakt. Dus we gaan vooral zitten op de gedachten. Oké, nou ja. Ja, het is een stapsgewijze therapie en ik leg hem hier ook voor ons, dat wij kunnen kijken op welke stappen we zitten. En dan kunnen we zo kijken. Dan zou ik jou als eerste willen vragen de situatie waarvoor jij hier gekomen bent. Nou ja, ik heb heel lang aan school gestaan. Dat is altijd heel leuk geweest. Ik had altijd vak handarbeid en dat deed ik heel graag. En langzaamaan is dat wegbezuinigd. Dus nu zit ik steeds meer voor de klas. En ik ben er heel lang uit geweest vanwege het krijgen van kinderen. Mm-hmm. En toen is alles van weer samen naar school begonnen. Dat wil zeggen, alle kinderen die normaal doorgestuurd werden naar het speciaal onderwijs, moesten blijven. Dus dat hele stuk heb ik gemist. Mm-hmm. En nu moest ik dan de afgelopen periode anderhalve dag in een vrij moeilijke klas. Mm-hmm. Dat er zoveel gebeurde, waardoor ik de situatie niet meer baas was. Want dan viel eerst mijn mond open, terwijl ik eerst had moeten reageren, dus was ik te laat. En ik had de controle niet meer over de groep. Okay. Dus daar had ik heel veel moeite mee zelf. Mm-hmm. Ja. Oké. Okay. Tenminste, als het duidelijk is voor jou. Ja, moeite in de klas. En wat is nu dan precies de situatie die je hier brengt? Dat ik met mijn meerdere een gesprek heb gehad en dat ik aan heb gegeven. Dat ik het eigenlijk niet meer aan kan. Ik zit met mijn rima, dus dat speelt al een rol. Ik ben altijd blij dat ik op de been ben gebleven, zeg maar. Dat ik moet doseren. Maar met deze groep kreeg ik het niet meer voor elkaar om het in balans te houden. Dus ik werd helemaal leeggezogen en had iedere keer weer zoveel tijd nodig om bij te komen en dan die gedachte van, oh, dan moet ik er weer heen. En hoe zal dat gaan? En hoe pak ik het nu aan? En zal dat goed gaan? Dat speelde constant door mijn hoofd. Ja, kijk, gedachten. Dus Oké. Ja, voor dit stappenplan heb ik wel een duidelijke situatie voor je nodig. Dus ik weet niet waar je het over een gedeelte in de klas gaan hebben. Of het aangeven aan je leidinggevende. Of ik weet niet over welke situatie je het wil hebben. Ja, eigenlijk de situatie in de klas was voor mij aanleiding om het aan mijn meerdere aan te geven. Ja. Dat ik zei van, nou, dit gaat mij niet meer lukken. Ja, op mijn leeftijd, want dat speelt natuurlijk ook een rol. Mm-hmm. Oké. Dus zullen we het over dat gedeelte hebben? Ja, is goed. Oké, dat is goed. Dan zou ik graag dat je nog iets meer de situatie voor me schetst van dat je naar je leidinggever toe ging. Met wie was je, zeg maar, wat ging je doen, vertellen, zo? Ja, nou, ik heb op tijd, dat ik merkte tijdens de lessen in de klas, dat er vooral vijf die met speciale etiketjes, mij toch steeds aan het uitdagen waren en waar ik de situatie niet bij baas kon. Nou, toen heb ik het aangegeven van, het gaat mij niet meer lukken. En misschien kan ik hulp krijgen. Een paar weken terug stond ik er eigenlijk nog wel voor open. Mm-hmm. En nu, weer een paar weken verder, heb ik aangegeven. Ik wil het gewoon niet, ik kan het niet. En ik doe het niet meer. Ja. Ik heb daar geen puf meer voor. Dus ja. Toen ben ik daarheen gegaan. En heb ik dus ook op die manier gezegd. Mm-hmm. Oké, dan heb jij in een opbelling gedaan? Of er was een Niet in een opbelling. Nee, zeer zeker niet. Want daar ben ik al langer over aan het denken. Ja. Ik dacht van, dit gaat mij dit jaar zeker niet meer lukken. Mm-hmm. In het begin stond ik dan nog wel open voor therapie. Ja. Maar gaandeweg dacht ik, nee, want volgend jaar gaat mij daar ook weer niet lukken. En het jaar ook niet. Nou ja, ik hoor dit jaar 60. En ik dacht, als ik het nou allemaal nog moet leren. Want blijkbaar heb ik het voor de moeilijke kinderen niet in mijn vingers om die in het carrière te krijgen. Ja. Dan denk ik dat ik het
min of meer opgeef, zeg maar. Ja, ja. Oké, okay. Dus toen heb jij een gesprek ja. aangevraagd dan, denk ik, met je leidinggevende. Ja. Oké. Okay. En dat is de situatie waar we dan ja, en nu op gaan spritsen. Ja. Ja, oké. Okay. Even kijken, ja, kan je over dat gesprek ja. vertellen? Wat je nou ja, goed, ze wilden natuurlijk in eerste instantie wel hulp bieden. En die tijd had ik eigenlijk al gehad, dat ik daar ook stond, vond het wel... Ja, ik waardeerde dat wel heel erg dat ze mij ja, niet zo negatief benaderden, maar juist positief. Mm-hmm. En ik vond het zelf een afgang om toe te moeten geven op mijn leeftijd dat de situatie niet meer baas kon. Mm-hmm. Vonden zij niet. Zij vonden het alleen maar heel dapper dat ik ja, niet zo ver, het niet zo ver had laten komen dat ik in de afgrond gestort was. Want ja. daar voel ik ook dat, dat is niet gelukkig. Nee. Alleen op school had ik echt zoiets van. Dit gaat niet meer lukken. Ze hebben mij allerlei dingen aangeboden. Ook een andere groep met handarbeid. Waar ik zeg maar van 2 maanden geleden nog voor op had gestaan. Ja.